In het kader van de komende algemene vrije en geheime verkiezingen is de werkgroep Legger gestart met het identificeren en inventariseren van stembureaulocaties in Paramaribo. Het bestand van stembureaus per district en per resort wordt bij de inventarisatie bijgewerkt. Er wordt hierbij rekening gehouden met een goede verdeling van kiezers per stembureau. Het bestand waarin deze informatie wordt opgenomen, wordt de Legger genoemd. Soraya van den Berg, coördinator van de werkgroep, zegt dat de Legger naast de oproepingskaarten en kiezerslijsten van eminent belang is voor de verkiezingen. Ten eerste het bijstellen of en samenstellen van een concept Legger. Dit is niets anders dan het in balans brengen van het aantal kiezers op de stembureaus. Het aanvullen van nieuwe stembureaus in de Legger en het hernummeren van de Legger. Ja. Ja. En het bijstellen geschiet nadat nieuwe goed bevonden straten door de afdeling straatnamen en huizennummering zijn opgenomen. Waarbij we dus die goed bevonden straten koppelen aan de behorende stembureaus. Het evalueren van bestaande stembureaus en identificeren van nieuwe locaties gebeurt in nauw verband met de districtscommissarissen. Na de veldwerkzaamheden door de DC's moet de werkgroep over een lijst beschikken van de stembureaus die nog intact zijn. Behalve de kiezersgroei, om uit te kijken naar nieuwe locaties, zullen we dus ook bestaande stembureaus verplaatsen om zodoende ook het stemmen voor de kiezers te vergemakkelijken. En dat geschiet pas als we nieuwe locaties kunnen vinden of hebben kunnen vinden. We gaan niet alleen het veld in met de DC's om uit te kijken naar nieuwe locaties, maar ook om te kijken naar de staat van bestaande stembureaus en ook naar de staat van nieuwe stembureaus om te kijken of ze voldoen aan de vastgestelde criteria. En daarmee bedoel ik dat of de locaties zo ze dienen zo goed mogelijk neutraal en toegankelijk te zijn, vooral. En daarmee bedoel ik goede doorkijkmogelijkheden en de toegankelijkheid vooral voor mensen met een beperking. De aanwezigheid van sanitaire voorzieningen, water- en telefoonaansluitingen. Een goede terreinstel van de locatie. De aanwezigheid van duidelijk meubilair. Verder nog de aanwezigheid van schoonmaaksters en wachters op de dag der stemming. En als laatst goede parkeerfaciliteiten.